De eerste ronde was een beetje van, goh, we zullen het wel zien wat eruit komt. Vanaf de tweede ronde was ik al wat meer gemotiveerd, omdat je denkt van ja, ik ben toch maar bij de laatste vijf al. En nu de finale. Spannend natuurlijk. Het feit dat we al eens Rital en Loken kunnen hebben bezoeken, dat was al een mooie ervaring op zich. Je ziet dat dat wel een heel professioneel gebeuren is allemaal. Het ging wel goed. Ik denk dat het wel goed gaat zijn, maar ik weet niet wat dat de beste zal zijn natuurlijk. Het was een beetje moeilijker, een beetje diepgaander op de co-engineer en de pro-panel, terwijl dat de vorige ronde vooral over macro's ging. Het was verder bouwen in feite. Ik kijk vooral uit naar het bezoek aan Rital Innovation Center. Dat ligt morgen gepland. Eerste plaats gaat naar Emiel. Voilà. Alsjeblieft. Goed gedaan. Ik had het helemaal niet verwacht. Het was sowieso een heel leuk weekend. En dan, na het examen, ik had wel het gevoel dat ik het goed had afgelegd. Maar uiteindelijk zat iedereen dus dicht bij elkaar. Dus ik kon het nog niet zeggen dat ik ging winnen. Of aan tweede of toch niet eens in de top drie of zo. Dat kan ik allemaal niet zeggen. Ik heb nu een festivalticket, een tablet gekregen. En dan een vast contract ook natuurlijk als hoofdprijs.